Met het doel de kwaliteit van de voedselveiligheid voor inheemse en Maron-gemeenschappen in het binnenland te verbeteren, heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling vanmorgen een tweedaagse workshop georganiseerd. De titel is Rural Livelihood and Productive Inclusion Development Using South-South Cooperation. Milton Grootfaam, directeur Duurzame Ontwikkeling in Heemsen, zegt dat er tijdens de workshop uitwisseling zal plaatsvinden voor wat betreft ervaring en kennis tussen Surinaamse en Colombiaanse deskundigen. Volgens Margaret Jones-Williams, vertegenwoordiger van de UNDP, is de afwezigheid van voldoende werkgelegenheid, de kans en het gebrek aan economische en productiefaciliteiten herhaaldelijk gemeld. Ze worden dan ook erkend als de enorme uitdaging voor de bewoners van het platteland en het binnenland. Het gaat met name gaan om inzichten op het stuk van het verbeteren van de voedselzekerheid, de voedselveiligheid en de voedselkwaliteit. Daarna mag u er ook op rekenen dat de deskundigen uit Colombia u deelgenoot zullen maken van andere programma's die worden uitgevoerd in het land, gelicht op het verbeteren van de productie. In line with the motto of the SDGs, of leaving no one behind, persons in the rural areas, in the deep hinterland, including tribal communities, should have equal opportunities for employment and for addressing their economic and social positions. The SDGs promote sustained economic growth, higher levels of productivity and technological innovation. Volgens minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zal er tijdens de workshop meer inhoud gegeven worden aan de samenwerking tussen Suriname en Colombia. De bewindsman benadrukt verder dat voedselveiligheid en voedselzekerheid belangrijk zijn voor de mensen die op het platteland en in het binnenland wonen. Maar wat ook toegevoegd kan worden, is dat stukje ondernemerschap. Want wanneer je gaat produceren, je kan beantwoorden aan de eisen van de markten, zowel nationaal als internationaal, betekent ook dat je ondernemerschap stimuleert als je het op grotere schaal gaat doen. Dat je werkgelegenheid gaat stimuleren. Maar dat betekent ook dat je jobs gaat creëren. En dat je mensen steeds minder afhankelijk gaat maken van de centrale overheid dan wel subsidies. En economische activiteiten creëren. Dat past helemaal in ons beleid en met name de doelstellingen van het IROP-project. Ik wil volstaan met deze korte toespraak, maar niet af te sluiten als voorens de Colombiaanse overheid te bedanken met haar werkarmen, natuurlijk de UNDP als een van onze trouwpartners. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Hij sprak vanmorgen tijdens de opening van de tweedaagse workshop, getiteld Rural Livelihood and Productive Inclusion Development Using South-South Cooperation. De workshop wordt gehouden in het Perscentrum.